Het venijn van de wedstrijd Helmond Sport FC Den Bosch zat hem tussen de 12e en de 17e minuut. Want in die periode vielen alle doelpunten. Eerst was het Caracciolo die via een aangeraakte vrije trap FC Den Bosch op voorsprong bracht. 2 minuten later was het alweer gelijk na een klutsgoal van Charles Kaslauskas. En weer even later was het Paul Jans die voor FC Den Bosch, naar later bleek, de winnende goal maakte. Wel een mooi doelpunt, dus ook verdiend op dat moment denk ik dat wij daar op voorsprong komen. En dat gaf ons terug vertrouwen om die wedstrijd verder te zetten. Tweede doelpunt, ja, dat was natuurlijk wel heel makkelijk weggegeven. Ja, en het eerste doelpunt is gewoon een vrije trap van richting veranderd. Dat is gewoon pech. Het tweede doelpunt was laks ingrijpen. Daarna bleef het spannend, werd de wedstrijd bij tijd en wijle bikkelhard en had Helmond Sport misschien wel de gelijkmaker verdiend. Krijg je met een ploeg die op eigen helft terugspeelt, de 11 man voor de kist gaat hangen, met name de tweede helft. Ja, dat is een moeilijke kans om te creëren, maar ik denk dat we toch wel een aantal mogelijkheden hebben gehad. En moet je ook een beetje geluk hebben dat die bal natuurlijk goed valt, maar ik vind dat wij een prima, met name de tweede helft, hebben gespeeld. Maar het bleef 2-1 voor FC Den Bosch, dat kort voor tijd ook Angelo Marta met rood naar de kant zag gaan. De uitgangspositie voor de Bossenaren om de tweede ronde te halen lijkt dus ideaal. Al houden beide ploegen er rekening mee dat de return, donderdag in de Vliert, ook op het scherpst van de snede zal zijn. Wij gaan er alles aan doen om verder te komen, maar ook dan zal het weer zeer nauw, zeer nipt zijn. En hopen kunnen wij verder gaan. Want deze ronde is nog niet gespeeld. Moet er toch nog een wedstrijd of niet? FC Eindhoven speelde gisteravond ook en won een eigen stadion van AGOVV door deze goal van Leon Kantelberg. De return van deze wedstrijd is zaterdag in Apeldoorn.